Het is zondag 19 april. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Ouders Leon Groeneweg hebben toestemming om zijn lichaam op te graven. En strandtenteigenaren boos in Hoek van Holland over de slagboom. Dan het weer voor morgen. Maandag schijnt de zon volop en er is nauwelijks bewolking. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het 17 graden. Er wordt opnieuw onderzoek gedaan naar het overlijden van de Schiedammer Leon Groeneweg. In 2008 is in het Brielse Meer een stoffelijk overschot gevonden. Volgens onderzoek van het NFI zou het om de toen 19-jarige vermiste Schiedammer Leon Groeneweg gaan. De ouders twijfelen daaraan en denken ook dat hij niet verdronken is, maar vermoord. En laten het lichaam nu opgraven voor onderzoek. Het lichaam van Leon ligt hier op de begraafplaats van Schiedam. Zijn ouders geloven nog steeds niet dat hun zoon verdronken is. Sterker nog, zij twijfelen ook of het lichaam wel van Leon is. Het is ons ten strengste verboden om hem ooit te kunnen zien dan wel te identificeren. Ik heb daar ontzettend veel moeite mee, mijn man ook, de stiefvader. Omdat mijn mama ogen hebben niet kunnen bevestigen, qua identificatie, maar dan ook zeker die bevestiging is zo verdomde belangrijk om verder te kunnen gaan in je verdere leven. En dat belemmert ons en dat geeft ook de nodige stress. De burgemeester van Schiedam heeft nu toestemming gegeven om het graf te openen en het lichaam op te graven voor nieuw onderzoek door een andere arts. Dat is een wens die de ouders al vele jaren hebben om zo voor eens en altijd duidelijk te krijgen wat er met hun zoon gebeurd is. Ja, dat als de doodsoorzaak daarin bekend wordt en dat is een misdrijf, ja, dan heb ik wel zoiets van, nou, dan heb justitie ontzettend veel uit te leggen. Wanneer het lichaam van Leon Groeneweg wordt opgegraven is nog onduidelijk. De ouders moeten eerst voldoende geld bij elkaar verzamelen. Volgens de moeder van Leon kost de hele operatie tussen de 15 en de 20.000 euro en hebben ze nu pas 3.000 euro. Via een speciale website hopen ze nu meer geld te krijgen. De sponsoractie Stoel voor het goede doel heeft ruim 53.000 euro opgeleverd en dat geld gaat naar het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. En voor deze actie ging de Engelsman John Woof op alle stoeltjes van de Kuip zitten. En dat zijn er meer dan 50.000. De stoeltjeszitter begon dinsdag en heeft elke dag 10.000 stoelen afgewerkt. Vandaag in de rust van de wedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles ging John Woof op het laatste stoeltje zitten. Het kinderziekenhuis gaat het geld steken in een speciaal centrum voor kinderen met hart- en longklachten. Heibel in Hoek van Holland. Strandtenteigenaren zijn boos op de gemeente. Ze vinden dat bezoekers van het strand vaker gratis moeten kunnen parkeren. Volgens de ondernemers is het parkeerbeleid te streng en lopen ze duizenden euro's aan omzet mis. Van april tot en met september is het betaald parkeren op dit terrein in Hoek van Holland. De slagbomen zijn dan dicht. Dat is dit weekend ook het geval. Maar als het slecht weer is, gaan de slagbomen toch omhoog. Bezoekers hoeven dan niet te betalen. De gemeente bekijkt de situatie per dag. Volgens de strandtenthouders mogen de slagbomen wel wat vaker omhoog. Het huidige beleid zorgt volgens de ondernemers voor grote onduidelijkheid. Bezoekers haken af en daardoor lopen ze omzet mis. Als ik aankom rijden 's ochtends, dan of ik ben heel vrolijk als ze een keertje openstaan, of het is gelijk gebeurd met mijn humeur en kan ik mensen af gaan bellen. Ik heb maandag heb ik twee mensen weer naar huis gestuurd toen ik hoorde dat de slagbomen dicht waren. Je ziet dat auto's aankomen rijden en dan eigenlijk bij het zien van de slagbomen gelijk weer omdraaien. Volgens de ondernemers gaat het vaak om toeristen die even snel een kopje koffie willen drinken op het strand. Maar die moeten dan direct 6 euro voor een dagdeel betalen. De gemeente is minder uitgesproken over het afhaken van de bezoekers. Ja, ik heb het die mensen nooit gevraagd. Dat zou best kunnen, maar het kan ook zijn dat ze op dat moment geen zin hadden om te komen of helemaal niet de bedoeling hadden om te komen. Daarnaast zijn er ook nog voldoende gratis parkeervakken. Alleen je moet dan ietsje meer lopen, maar die zijn er ook nog. U zet hem gewoon hier neer? Ik zet hem hier gewoon neer, ja. Al is het maar om niet zo ver te lopen. Waar heeft u geparkeerd vandaag? Ik heb verderop geparkeerd, want daar is het gratis. Hier moet ik betalen en dat vind ik veel te duur, 6 euro. Ik kan me voorstellen dat je geld wilt vangen hier. Het is toch al jaren zo, dit beleid van de gemeente? Ja, maar daarom zie je het ook al jaren teruglopen. We hebben hele dure exploitaties, we hebben hele mooie grote exploitaties zoals je ziet. Alleen dan hebben we wel mensen voor nodig om dat te kunnen draaien. Er moet in ieder geval een heldere omschrijving komen wanneer de bomen open zijn, wanneer ze dicht zijn. Beter rekening houden met de weersomstandigheden en aanvoelen wanneer het druk is en niet druk is. De PvdA en de VVD in Rotterdam hebben inmiddels een debat aangevraagd. Oh.
Feyenoord verloor vandaag in de eigen Kuip met 1-0 van laagvlieger Go Ahead Eagles. Verslaggever Jan-Dirk Stouten zag het met eigen ogen allemaal gebeuren. Inspiratieloos, futloos. En Go Ahead beloont zichzelf in minuut nummer 72 met een rake trap van Jules Rijmerink, invaller in die ploeg uit Deventer. En ik zei het al, dan verwacht je een slotoffensief, maar dat kwam er niet. En ik vroeg aan Jordi Klaas, hoe kan het dat het ook toen inspiratieloos was? Ja, klopt. Het leek alsof af en toe de power wegviel in het team. En ja, ook bij mezelf eigenlijk de laatste fase. Vandaag zou dat wel zo kunnen zijn. Maar dat is vaak als je zo'n off day hebt, zoals wij vandaag hebben gehad. Dan oogt het allemaal wat iedereen dan ook wel wil zien. Is de teleurstelling van de nederlaag. Maar ja, ondanks dat, ja, we hebben nog 3 wedstrijden te gaan. En we staan 4 punten voor. Het wordt nog moeilijk gezien, het programma. Ja, maar makkelijk heb ik altijd gezegd, dat zal het nooit zijn. Wij moeten beseffen als team zijn dat we elke wedstrijd 100% moeten geven. En van daaruit moeten we gaan voetballen. En dan kunnen we hartstikke goed voetballen, maar niet op 80-90% een wedstrijd ingaan. Falen jullie en jij als jullie geen derde zouden worden? Zover kijk ik helemaal niet, want wij worden gewoon derde. Fred Rutte na de nederlaag van zijn ploeg tegen de nummer 17 van de Eredivisie Go Ahead Eagles. Het gevolg van deze nederlaag, of beter gezegd de zegen van de Deventenaren, is ook dat Dordrecht officieel degradeert uit de Eredivisie. En Feyenoord zal met nog 3 wedstrijden te gaan volop aan de bak moeten om de derde plek veilig te stellen. En Sparta won vandaag wel met 3-1 van Telstar. De ploeg blijft 9e in de eerste divisie. En straks in FC Rijnmond zal er met Jan Eversen over de wedstrijden worden nagesproken. Trappen lopen voor het goede doel. Ruim 300 mensen gingen dit weekend de uitdaging aan. Ze beklommen de 44 verdiepingen van de Maastoren op de Kop van Zuid in Rotterdam. Er werd bijna €22.000 opgehaald voor Make-A-Wish. Een stichting die wensen in vervulling laat gaan voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Ik zag het voorbij komen online. Die zei, jongens, hebben jullie zin in een challenge? Ja, is goed. En toen hadden we ons ingeschreven en toen hadden we eigenlijk zoiets van, oh. Vorig jaar de marathon ook gelopen hier in Rotterdam. Dit jaar ga ik hem in Berlijn lopen. Dus ik hoop dat ik daarom met mijn conditie wel wat win. Meneer, dit is geen hardlopen, hè? Nee. Wat is nou het zwaarste? Hierheen rijden. 5 kwartier. Ja, mevrouw, wat gaat er door je heen op dit moment? Een beetje moe. Maar ging goed, het was leuk. Ik heb het zonder training gedaan, nou dan... Ja, bij de 20 toen was het al een beetje ademtekort. Ik denk wel een stuk of 5-6 dat ik ingehaald heb, ja. Ja, en andersom? Niemand. Are you with me? En Paul Langelaan uit Leiden was als snelste boven. Hij beklom de 762 treden in 5 minuten en 16 seconden. Waarschijnlijk wordt er ook volgend schooljaar gewoon lesgegeven op basisschool De Klimop aan de Klein Koolstraat in Rotterdam. De school zou met ingang van volgend schooljaar sluiten, maar het bestuur is toch op andere gedachten gekomen. Het besluit tot sluiting zou voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. Eind vorig jaar werd bekend dat de stichting Boor, waar De Klimop onder valt, de school wilde sluiten. Volgens de stichting heeft de school met 60 kinderen te weinig leerlingen. Leraren, politici en ouders kwamen in opstand en het lijkt er nu op dat de protesten effect hebben gehad. De Rotterdamse modeontwerper Jonathan Christopher is genomineerd voor de Woolmark Prize. Een prestigieuze modeprijs die eerder in de wacht werd gesleept door niemand minder dan Karl Lagerfeld en Yves Saint Laurent. Hij maakt snel naam in de modewereld, Jonathan Christopher. In 2009 studeerde hij af aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. In zijn ontwerpen zoekt hij de grens op tussen mannelijk en vrouwelijk. Dit is bijvoorbeeld een typisch mannelijk-vrouwelijk ding wat ik heb gemaakt. Dit is gemaakt van zijdefluweel. En er zitten typische vrouwelijke elementen als draperieën in, maar ook weer wat hardere kenmerken. Wat kenmerkend is voor mannen als een sweaterrib aan de achterkant. Dus het is eigenlijk een mix tussen mannelijk en vrouwelijk.
Jan Dino heeft heel veel dingen voor mij aan. Die maak ik ook custom voor hem. Dus dan komt hij naar het atelier en dan maak ik het allemaal op maat. Ik heb Ali B een keer gedaan voor The Voice. Ik heb Tycho Gernands heeft een jas van mij die af en toe draagt. Maar ook internationaal als David Guetta, die heeft ook een jas van mij. Het wordt niet als vrouwelijk of mannelijk gezien. Het wordt gewoon gezien als een kledingstuk wat ze interessant vinden. Of wat anders is dan menig kledingstuk wat ze nu kunnen krijgen. En dat is ook de bedoeling van mijn kleding. Het is niet om hun te laten nadenken van, oh, dit is typisch mannelijk of dit is typisch vrouwelijk. Het is voor mij meer de bedoeling van, ik probeer het de grens een beetje te doorbreken. Eigenlijk op zo'n danige manier dat het eigenlijk niet opvalt. Zijn typische eigen stijl is dus opgevallen bij de jury van de Woolmark Prize. Hij moet nu 6 creaties ontwerpen voor de Europese finale in juli. Als je die prijs nou wint, wat gaat dat jou dan brengen? Nou ja, alles gaat dan natuurlijk in de sneltreinvaart. Ik bedoel, het zijn niet de minste winkels waar je dan in komt te hangen met je winnende collectie. En ja, je hebt gewoon een ingang bij die winkels die je nooit zou hebben. Als jonge ontwerper die eigenlijk net een productie opstart. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op Rijnmond.nl en nog een mooie dag verder.